Langendijk. Papa zal nog niet heen gaan en daar gaat u voor zorgen. Dit stuk gaat over een oudere heer die in het ziekenhuis ligt waar het niet zo best mee gaat. En die krijgt wat bezoek, onder andere van schoondochter en zijn zoon. En die willen heel graag weten hoe het met de zaak geregeld is. Want ze hebben er geen vertrouwen in dat het daarna nog voor hun wel goed geregeld zal zijn. Ja, ik speel de CEO van een groot bedrijf. En ik ben oud. Ik ben een beetje broos. En misschien ga ik wel dood, maar ja, dat is nog niet helemaal zeker. Ik heb ook een hele goede dokter die mij helpt natuurlijk en zorgt dat ik in leven blijf. Maar ja, uiteindelijk gaat het hele stuk over geld, liefde, geluk. En mensen moeten gewoon komen kijken als je verder wil weten hoe het precies afloopt. Ik ben de lieftallige schoondochter. Zeer belust op macht, op geld. En ik wil heel graag dat mijn man eindelijk eens een vent wordt en de zaken is goed geregeld met zijn vader. Dag mevrouw, wat bent u hier aan het doen? De Smet. Ja. En wat komt u hier doen? Ik heb vogels in mijn hoofd. Hele kleine vogels. Heel lief en heel zacht, maar ja. Wat zeggen ze? Ja, weet je, het begint met het verstand. Ja, en daar wordt gewoon opgevreten. En dan slaan ze gewoon een gat in mijn geheugen. Ja, de vereniging die bestaat volgend jaar 75 jaar. Ik ben inmiddels meer dan 20 jaar lid. En het is een fantastische vereniging. Maar we kunnen ook weer wat nieuwe leden gebruiken. Want tenslotte hebben we er op dit moment maar 12. En dat is te weinig. Dus die oproep die doe ik ook meteen. Het is een stuk met heel erg veel lagen. Het gaat echt niet alleen over macht en over wellust. Maar ook over hoe heb jij jouw leven geleefd als jouw leven ten einde is.